Binnen de onderwijsvisie van het Bonhoeffer staat leerling centraal. Dat willen wij bereiken door eigenlijk een stukje maatwerk te leveren, ook richting passend onderwijs. Daarbij is het mogelijk, of is het eigenlijk noodzakelijk, dat wij differentiëren in de les en dat wij zorgen dat leerlingen hun eigen leerproces kunnen doorlopen in de klas. En een iPad biedt daar uitstekende mogelijkheden voor. We stellen ons ook wel de vraag van, kunnen we nog zonder iPads in het onderwijs? Nou, daar zijn we eigenlijk wel heel snel uit, dat kan niet meer. Alles doen we nu digitaal, communiceren met de collega's, het mail, maar ook het inrichten in de school. De lokalen zijn ook allemaal volledig gedigitaliseerd. Touchscreens, tv's, Apple TV. Dus ja, ik kan hem niet meer wegdenken uit het onderwijs. Bij de start van de pilot zijn we gaan nadenken over hoe we het zo makkelijk mogelijk kunnen maken voor onszelf en voor de leerlingen en de ouders. De ouders hebben de mogelijkheid om via StudioWise een iPad aan te schaffen. Dan kunnen ze het als volgt doen. In één keer de iPad aanschaffen, zeg maar een pakket. Dus iPad-verzekering, garantie en een hoes. Daar is dus ook een financieringsmogelijkheid. En die hebben we als volgt ingericht dat ze 24 maanden gespreid kunnen betalen. Als ze dat gedaan hebben, proberen we met de leerlingen samen de iPad in te richten op school. En is er ook een service die we daarin verlenen als de iPad stuk is. Daarvoor hebben we een iPad-dokter en we merken dat dat qua communicatie prima verloopt. En dat we de iPad snel weer terug hebben voor het gebruik. Ik zie het digitaal onderwijs over 5 jaar als een bron van nog meer mogelijkheden. Ik denk dat het nog steeds sneller gaat. En dat we moeten gaan kijken hoe we al die mooie innovatieve ideeën die er zijn, hoe we die eigenlijk aan elkaar kunnen koppelen om ons onderwijs nog boeiender en enthousiaster vorm te geven voor onze leerlingen.